Ik herinner me als de dag van gisteren dat ik als partijvoorzitter van het Vlaams Belang op een voorzitterscongres als vandaag de sleuteltjes van het Madouplein overhandigde aan Tom van Grieken. De jonge, toen nog zeer jonge, partijvoorzitter van het Vlaams Belang, die aanvankelijk in Vlaanderen onbekend was, maar die zeer snel furore zou maken en nog voor 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen van het Vlaams Belang opnieuw een grote, krachtige partij en de grote vernieuwer van politiek Vlaanderen zou maken. Hij heeft ook meteen met inhoudelijke congressen duidelijk gemaakt waar we ons oriënteerden en heeft daar dat nieuwe Vlaams Belang neergezet dat met nieuwe gezichten, jonge gezichten en een hele nieuwe generatie opnieuw aantrekkelijk werd voor de Vlaamse kiezer. In 2018 stond hij daar, niet meer als de jonge kindsoldaat zoals sommige journalisten hadden geschreven in het begin, maar als de partijvoorzitter waar op dat moment iedereen naar keek. Dat is blijven duren, ook in 2019 natuurlijk met die fantastische parlementsverkiezingen. Dat nieuwe Vlaams Belang, hij vertegenwoordigt dat niet alleen, hij is dat ook. En daarom is het nogal evident dat wij hopen en zeer van harte hopen dat hij ook vandaag weer opnieuw partijvoorzitter kan worden van onze partij. Het Vlaams Belang is als een eik. Groot, sterk en zeker vandaag in volle groei. Maar een eik is maar zo sterk als de wortels zijn. Zonder wortels waait een eik bij de minste windstoot om. En een eik herinnert ons ook aan wie en wat we zijn. De wortels zijn belangrijk, maar de boom en de kruin zijn dat evenzeer. Vergeet nooit als jonge generatie wat het DNA is van onze partij, wat de wortels zijn van onze partij. En het DNA van dat Vlaams Belang is duidelijk en wordt samengevat in die ene slogan: eigen volk eerst. Besef dat wij niet de laatste van gisteren, maar de eerste van morgen zijn. Wij zijn niet de aanbieders van de assen, maar wij houden het vuur brandend. En daarom geven wij graag ons vertrouwen aan Tom van Grieken en aan zijn jonge ploeg. Tom heeft dat vertrouwen de voorbije jaren, toen we de fakkel hebben doorgegeven, nooit geschonden. Wel, integendeel, hij is ons vertrouwen meer dan waard. Hij is onze kopman, onze leider, onze frontman in de strijd voor het eigen volk eerst, voor eerst onze mensen, naar aanleiding van die belangrijke verkiezingen van juni voor het federale Vlaamse en Europese parlement en daarna voor de gemeenteraadsverkiezingen. Omdat hij nooit een meeloper is geweest en dat ook nooit zal zijn, maar altijd een voorloper is geweest en gebleven in onze strijd voor een Vlaams Vlaanderen en een Europees Europa. Ik zie de toekomst van Vlaanderen en van onze partij met groot vertrouwen tegemoet. We hebben schitterende parlementairen, medewerkers en de beste militanten die er in Vlaanderen te vinden zijn. Onder de leiding van Tom, Barbara en Chris moeten we erin lukken om eindelijk het Vlaams Belang en het belang van Vlaanderen voorrang te geven in dit land. Mensen snakken naar verandering. En het wordt hoog tijd, inderdaad, dat we onze toekomst in eigen handen nemen. En alleen het Vlaams Belang kan dat. Onder het voorzitterschap van Tom van Grieken is de partij verjongd in alle gelederen. En dat is een verjonging die inzet uitstraalt en kundigheid. Er zijn vele nieuwe goede mensen aangetrokken en ook nieuwe thema's uitgediept en uitgewerkt. Maar het DNA van de partij, dat is gebleven. Dat is het idealisme, dat is het nationalisme, dat is de strijd, de Vlaamse en Nederlandse strijd voor onze identiteit en onze onafhankelijkheid. Kortom, we zijn een professionele partij geworden die klaar is om de o zo noodzakelijke verantwoordelijkheid te nemen. De toekomst is aan ons. Dames en heren, welkom op het Vlaams Belang Voorzitterscongres. Uw gastvrouw voor vandaag is Kinga Pajak. Beste mensen, beste Vlaams Belangers, welkom op het Voorzitterscongres van het Vlaams Belang. Op deze absolute toplocatie in de allermooiste stad van Vlaanderen stemden we zo net opnieuw om het vertrouwen te geven aan onze ijzersterke partijvoorzitter.
Nu, voor de systeempartijen klinkt zo'n succesvol voorzitterschap ondertussen verre van evident. Door opeenstapelende slechte peilingen stapten de Christendemocraten over op een voorzitter die nog christelijk, nog democratisch is. Die nieuwe van de Open VLD die is even memorabel als die van de N-VA principieel. Over vooruit kunnen we maar beter niet spreken uit juridische overwegingen. En bij de Groenen hebben ze er zelfs twee. Dan kunnen ze elkaar tenminste wat gezelschap houden terwijl ze samen naar de kiesdrempel kijken. Nu, gelukkig hebben wij wel alle reden om te vieren, maar voor we tot de resultaten van onze stemming komen, mogen we hier genieten van een hele reeks geweldige toespraken en videoboodschappen van nieuwe toptalenten, van oudgediende en van huidige kopstukken. Daarom graag een daverend applaus voor onze eerste spreker van vandaag, senator Bob de Brabanderen. Beste vrienden, ik moet jullie toch iets bekennen. Toen ik vandaag onderweg was naar Antwerpen uit Brussel, dacht ik bij mezelf: het is toch eens fijn om weg te zijn uit de grote stad en te kunnen uitblazen op het platteland. Van de stad van de geurs en de bloempunch naar het stadje van de bolletjes en de handjes. Van de stad met 3 voetbalploegen in eerste klasse naar het stadje met 1 team in eerste klasse. Ja, beste vrienden. Iemand fluisterde mij eens in dat Antwerpenaren misschien toch soms eens een klein beetje arrogant uit de hoek kunnen komen. Dus ik dacht, het devies van onze partij indachtig, als ik in Antwerpen ben, dan pas ik mij aan de lokale cultuur. Jullie horen het, ik heb dat ook gedaan. Maar tegelijkertijd moet ik ook zeggen dat ik, ondanks dat ik een fiere Brusselaar ben, hier vandaag ook een klein beetje nederig moet durven zijn. Ik vertrok deze morgen immers uit Brussel, waar reeds jaar en dag de PS de plak zwaait, naar de provincie Antwerpen, waar het Vlaams Belang in de laatste peiling vandaag meer dan 30% van de kiezers achter zich kan scharen. En dat, beste Antwerpenaren, dat verdient zelfs van een arrogante Brusselaar als ikzelf alleen maar respect. Want Antwerpen en Brussel, die mogen dan nog zo verschillend, zo divers zijn, zeg maar, toch hebben ze ook redelijk wat gemeen. Ik weet toevallig dat de voorzitter, op wie u hopelijk allemaal gestemd heeft daarnet, hier niet ver vandaan een belangrijk deel van zijn leven heeft doorgebracht, namelijk in de Carnotstraat. Wel, ik ben daar, voor ik naar hier kwam, naar deze prachtige Elisabethzaal, ben ik daar deze middag even doorgewandeld. En potdorie, ik moest onmiddellijk aan Brussel denken. Net als in Brussel voel je je in Antwerpen, spijtig genoeg, op veel plaatsen niet meer in Vlaanderen. Maar ook in bepaalde wijken, in pakweg Oostende, in Denderleeuw, in Genk of in Vilvoorde, daar zie ik hetzelfde. Massamigratie, omvolking, vuile straten, onveiligheid, een gevoel van onbehagen. En als u zoals mij bent en u wandelt daar, dan voelt u instinctief aan, met heel uw lichaam, met heel uw geest, dit is niet hoe het hier zou moeten zijn. Dit voelt verkeerd. Dit is verkeerd. Dat instinctieve aanvoelen van wat goed is en van wat niet goed is, is wat ons hier allemaal samen heeft gebracht vandaag. Het is de reden waarom wij ons ook vandaag nog als één blok achter die ideeën van wijlen Karel Dillen scharen. Ideeën die door de jaren heen niets aan belang hebben ingeboet en die door tal van mensen werden behartigd. Tal van mensen waarvan sommigen niet meer onder ons zijn. Maar van één ding, beste vrienden, ben ik vandaag wel zeker. Zij zouden trots zijn als zij zouden zien wat voor partij hier nu staat. Jarenlang hebben wij gezegd, hou vol, het Vlaams Belang komt eraan. Maar als ik hier vandaag in deze zaal rondkijk, kan ik de strijdvaardigheid bijna proeven. Nee, het Vlaams Belang komt er niet aan. Het Vlaams Belang is hier al en wij gaan niet meer weg. Beste vrienden, Vlaams Belangers, we verzamelen vandaag in Antwerpen, maar we komen van over heel Vlaanderen. Vanuit Oost- en West-Vlaanderen, uit Limburg,
uit Vlaams-Brabant. En ik kom uit de hoofdstad van Vlaanderen, uit Brussel. En over dat Brussel hoor ik vaak, het is verloren, het is te laat. Maar, beste vrienden, niets is minder waar. De strijd is nog lang niet gestreden. Brussel is gewoon de frontlinie van de strijd die wij in heel Vlaanderen aan het voeren zijn. En aan de frontlinie is het belangrijk voor de moraal van de troepen om te weten, om te beseffen dat je ruggensteun krijgt. Wel, beste vrienden, vandaag voel ik mij, samen met de andere Brusselse Vlaams-Belangers hier in de zaal, meer dan ooit gesteund. Gesteund door onze voorzitter en vooral ook gesteund door jullie allemaal. Strijders uit elke uithoek van Vlaanderen. Weet dat ook wij alles op alles zullen zetten om ook aan die frontlinie in Brussel, waar wij moeten opboksen tegen een Franstalige, linkse, multiculturele overmacht, vol overgave onze idealen zullen blijven verdedigen. En weet dat wij dat kunnen door de kracht die ook jullie ons geven. Beste vrienden, ik rond af. Het is duidelijk, het Vlaams Belang is nodig van de kust tot in de voerstreek, van Antwerpen tot Oostende, maar zeker ook in Brussel. Want wij weten wat goed is en wij komen daar ook voor op. Ik dank jullie. Welkom in het mooie Mechelen. Vroeger zeiden de mensen al eens, het Vlaams Belang heeft gelijk, maar ze overdrijven een beetje. En vandaag zeggen de mensen, het Vlaams Belang heeft gelijk, punt. En dat is inderdaad zo. Het Vlaams Belang is geen extreme partij. De feiten daarentegen, die zijn extreem. Denk maar aan de massa-immigratie, die onze manier van leven ondermijnt of onze sociale zekerheid teniet doet. Denk maar aan de sluiting van de kerncentrales, die uiteindelijk ervoor zorgen dat de betaalbaarheid van de elektriciteit niet meer gewaarborgd is. De feiten spreken voor zich. Waar er vroeger al eens overdreven moest worden om de aandacht te krijgen, is dat vandaag niet meer het geval. Dat heeft Tom van Grieken goed begrepen. Hij heeft de partij geprofessionaliseerd en de communicatie op een andere leest geschoeid. Heldere boodschappen met goed onderbouwde en haalbare voorstellen zonder overdrijvingen. Daarmee heeft hij al heel veel mensen weten overtuigen, waaronder Dries en mezelf. En daarmee gaat hij nog veel meer mensen overtuigen op 9 juni. Daarom krijgt Tom onze stem als voorzitter. Dames en heren, tot u spreekt nu Kamerlid Marijke Dillen. Op 1 oktober dit jaar, vrienden, was het 46 jaar geleden dat door slechts een handvol mensen een nieuwe partij werd opgericht. Een Vlaams Nationale Partij, de Vlaams Nationale Partij, de VNP, die later zou uitgroeien tot het Vlaams Blok, ondertussen al vele jaren het Vlaams Belang. En degenen die de beginjaren hebben meegemaakt, en zo zijn er gelukkig vandaag nog vele aanwezig, ik ben daar echt blij om, die zullen wellicht nooit gedacht, nooit gehoopt of zelfs maar gedroomd hebben dat het tere plantje dat destijds vocht om zijn bestaan en overleven ooit zou uitgroeien tot de statige boom die vandaag midden in het politieke landschap staat. En na vele peilingen, ik blijf voorzichtig, zelfs helemaal hoog bovenaan. En als er één zin is die me uit de prille beginperiode altijd is bijgebleven, was het de zin die mijn vader dikwijls op meetings, vooral meetingjes, moet ik zeggen, voor zijn toehoorders uitsprak. I never promise you a rose garden. En hoezeer dat handvol mensen goed genoeg wist dat het pad dat ze insloegen het enige juiste pad was, ze wisten dat het geen wandeling door het park zou worden en dat de weg niet over rozen zou gaan. Dat werd het ook niet. Het Vlaams Blok bleef 10 jaar lang een mini-partijtje dat telkens 1 of 2 volksvertegenwoordigers naar het parlement stuurde, maar wel, vrienden, altijd, altijd kon rekenen op de inzet van de vele onbaatzuchtige militanten. APPLAUS.
En gelukkig ook op een gezonde dosis zelfrelativering en humor. En ik zal die vele onbaatzuchtige militante vrienden altijd dankbaar blijven. En dan kwam 24 november 1991, de fameuze Zwarte Zondag. De magische drempel van 10% werd voor het eerst overschreden. Uiteraard zijn er na 1991 nog vele verkiezingen gevolgd. Maar ik kan gerust zijn. Ik rond dit stukje geschiedenis hier af. En nee, vrienden, wees niet bang. Onze partij zal vandaag haar stichtervoorzitter straks niet opnieuw tot leven wekken via artificiële intelligentie. Wij zullen dat dus niet doen, zogezegd onder het motto respect werkt. Nee, wij, het Vlaams Belang, wij hebben geen enkele reden om radeloos te zijn. Wij hebben ons programma, een ijzersterk programma en vooral een realistisch en realiseerbaar programma. Maar vrienden, ik heb deze geschiedenis van het tere plantje dat is uitgegroeid tot de statige boom die vandaag hoog in het politieke landschap staat, verteld omdat het belangrijk is. Belangrijk om met de woorden van onze voorzitter Tom van Grieken te zeggen: geen bomen zonder wortels. En uiteraard is de samenleving van vandaag, 2023, niet meer vergelijkbaar met die van 1977. Er zijn aanvullingen, aanpassingen nodig geweest aan het programma, rekening houdende met al die gewijzigde omstandigheden. Maar, vrienden, altijd zonder te raken aan onze doelstellingen, zonder onze waarden en normen te verloochenen. Integendeel. En wat... En wat in ieder geval al die jaren als een rode draad doorheen heel ons programma loopt, blijven de bekommernissen, de doelstellingen waarvoor onze partij 46 jaar geleden in het leven werd geroepen. En door vele onbaatzuchtige inzet in het leven werd en vandaag nog altijd wordt gehouden. En net zoals dat handvol mensen in 1977 wist dat het pad dat zij met de VNP insloegen juist en noodzakelijk was, zijn wij er vandaag meer dan ooit tevoren van overtuigd dat het pad dat we vandaag met het Vlaams Belang bewandelen het enige juiste en noodzakelijke is. Dat onze analyse de juiste is, want nooit eerder waren onze thema's zo actueel. Dat ons programma het enige juiste antwoord is op de uitdagingen van vandaag. Dit in het belang van Vlaanderen, maar vooral, vrienden, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Vrienden, het Vlaams Belang is de enige partij, de enige, die echt luistert naar de gewone Vlaming, de Vlaming in de dorpsstraat. Het Vlaams Belang is de enige partij die duidelijk spreekt waar anderen altijd zwijgen, die een duidelijk antwoord geeft op de uitdagingen van de 21ste eeuw en vooral op de bekommernissen van zoveel gewone Vlamingen. En wij zullen dat blijven doen. Want er is en blijft in Vlaanderen meer dan ooit nood aan de enige partij die van haar programma haar naam heeft gemaakt. Vlaams Belang. Goedemiddag allemaal en welkom in West-Vlaanderen. We staan hier in het hartje van het Veerikebrugge. Toeristen van over de hele wereld komen naar hier om het werelderfgoed te bewonderen. Maar vergis u niet, achter deze pittoreske gevels gaat er heel wat schuil. De rekeningen betaald krijgen, de wildgroei aan asielcentra, de verloedering van sommige buurten, de strafloosheid. Dat zijn concrete zaken waar onze mensen mee bezig zijn, maar waar er geen antwoord op komt. En dat maakt onze mensen terecht kwaad. In 2024 willen wij ook West-Vlaanderen terug op de kaart zetten. Daarvoor willen we in eerste instantie onze voorzitter Tom van Grieken bedanken voor alle kansen die we tot nu toe gekregen hebben.
Daarnaast wil ik ook jullie, beste Vlaams Belangers, nogmaals oproepen om al jullie vrienden, kennissen en familie te overtuigen om voor het Vlaams Belang te kiezen in 2024. Want enkel en alleen met het Vlaams Belang zal Vlaanderen weer van ons worden. Dames en heren, graag uw aandacht voor onze West-Vlaams lijsttrekker voor het Vlaams parlement, Immanuel De Reuze. Waarde vrienden nationalisten, ik op mijn beurt ben blij jullie allemaal te mogen verwelkomen op dit congres waar we enerzijds onze voorzitter willen, kunnen, zullen bevestigen in zijn voorzitterschap, een voorzitterschap waaronder onze partij haar tweede adem terugvond en we terug de politieke marktleider werden in Vlaanderen. Maar anderzijds ook het congres waarop we definitief het laatste beetje vertrouwen in die Vlaamse CD&V, Open VLD, N-VA regering willen opzeggen. Deze Vlaamse regering is eigenlijk een Belgische regering in het klein. Ruzie maken met alles en iedereen, maar vooral onder elkaar. De burger pluimen door allerhande besparingen en extra lasten. Van alles verbieden en op het einde voor de camera tout va très bien, madame la marquise, terwijl het geus in brand staat. Enkele voorbeelden. De linkse klimaatwaanzin blijft wild om zich heen slaan, ook binnen deze Vlaamse regering. We kregen de asociale lage emissiezones in onze grote steden. Vanaf 2029 mogen we geen wagens meer kopen met een verbrandingsmotor. Er is de renovatieplicht. Binnen de 5 jaar na aankoop van een woning, niet enkel voor onze jonge gezinnen bijna onbetaalbaar. En waar we vroeger allemaal moesten verwarmen met milieuvriendelijk aardgas, zijn we nu allemaal verplicht richting groene elektriciteit. Tenminste, als er wind genoeg zal zijn. Wie kan dat eigenlijk allemaal betalen? Het gaat nooit ver genoeg voor deze Vlaamse regering. Het Vlaams Belang is daarin duidelijk. Wij willen geen sociaal kerkhof op een ecologisch paradijs. Wij willen... Wij willen een realistisch, voor iedereen betaalbaar beleid. Deze week ook nog kregen we de dramatische resultaten van het jongste PISA-onderzoek. Hieruit blijkt dat de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs historisch laag staat. Wel, ook hier betalen wij Vlamingen nu, maar ook onze toekomstige generaties de tol van slecht beleid. En aan de oorzaak liggen onder andere linkse gelijkheidsideologen die vinden dat de lat voor iedereen even laag moet liggen. Het gebrek aan kennis van het Nederlands door de nefaste gevolgen van de massamigratie en natuurlijk ook het nijpend lerarentekort. Aan deze wantoestanden moet een einde komen. Er is tijd voor een nieuwe wind. En... neem het als West-Vlamingen niet kwalijk dat ik in de mij kort toegemeten tijd toch ook even aandacht wil besteden aan de twee CD&V'ers in de Vlaamse regering. De CD&V blijft met minister Broens, onze landbouwers, blijft onze boeren een rat voor de ogen draaien. In West-Vlaanderen, de landbouwprovincie bij uitstek, maar ook in de Kempen, in Limburg en Gans-Vlaanderen, worden we dagelijks door landbouwers aangesproken. Nadat de CD&V jarenlang via hun zuilen en meer bepaald via de Boerenbond en hun bank onhoudbare schaalvergroting doordrukte en wurgleningen verschafte aan onze landbouwers, proberen ze zich nu voor te doen als de redders van onze landbouw. Hun ondoordacht beleid zorgt nu voor de ganse stikstofproblematiek die niet alleen de leefbaarheid van de volledige sector op de helling zet, maar ook onze economie en onze eigen voedselvoorziening. Gelukkig onze landbouwers doorzien de oude cheve-trucken. Ze kiezen nu voor de enige partij die opkomt voor de belangen van onze landbouw en van de consumenten. Ze kiezen Vlaams Belang. En dan is er natuurlijk nog ons Gilde, zoals we zeggen in West-Vlaanderen. Minister Gilde Krevits, minister van Welzijn of beter minister van wachtlijsten en geldtekort. De Vlaming wordt nu al 20 jaar geconfronteerd met wachtlijsten. Wachtlijsten in de gehandicaptenzorg, wachtlijsten in de ouderenzorg, wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, wachtlijsten in de jeugdhulp. Overal wachtlijsten. Maar ook
al 20 jaar financiële tekorten om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Ook al 20 jaar ontevredenheid bij onze verpleegkundigen, onze zorgkundigen, onze logistiek medewerkers, onze artsen, ontevredenheid vanwege de immense werkdruk. En elke keer belooft de minister beterschap, belooft ze de grote problemen aan te pakken. Slechts één iets vergeet ze telkens te vermelden. Al sinds 2004 heeft de CD&V, toen nog met minister Inge Vervotte, hebben de tjeven welzijn in handen en de problemen worden steeds groter. Met de CD&V faalt het zorgbeleid en dat al jarenlang. Vlamingen, wij verdienen beter. Net zoals we het willen voor onze kinderen, voor onze ouders, voor onze familie en vrienden, is voor de Vlaming het beste nog net niet goed genoeg. Vrienden, met een stem voor onze partij, met een stem voor het Vlaams Belang, kunnen en zullen we er samen voor zorgen dat het voor de Vlaming beter wordt. Eerst onze mensen, eigen volk eerst. We staan hier in het prachtige Limburg, voor standbeeld de Boerenkrijg in Hasselt. Dit werd opgericht ter herdenking van de strijd die onze voorouders 225 jaar geleden voerden tegen de Franstalige bezetter. Nu, meer dan 2 eeuwen later, voeren we deze strijd nog steeds. Nog steeds worden de Vlamingen gedomineerd door de Franstaligen. Al jaren, zelfs al decennia, stemt de Vlaming voor minder migratie en minder belastingen, maar we krijgen telkens het omgekeerde. Meer migratie en meer belastingen. Het is enkel mogelijk dat de Vlaamse partijen de Vlaamse belangen stevast verkopen aan de Franstaligen in ruil voor posjes. De geschiedenis leert ons dat er vandaag slechts 1 partij is die de fundamentele verandering waar de Vlaming naar snakt kan realiseren. Het Vlaams Belang is en blijft de sociale volkspartij. Dankzij Tom van Grieken werd het VB stijlvol, eigentijds en alom tegenwoordig. Onze voorzitter slaagt erin om 1 ploeg te vormen met enerzijds ervaring en expertise en anderzijds jonge talenten en nieuwe krachten. Beste Tom, VB Limburg staat als 1 blok achter u. Samen strijden we verder om onze toekomst in eigen handen te nemen. Wij gaan geschiedenis schrijven en dat wordt Van Grieken onze Vlaams minister-president. Een boodschap vanuit Limburg wordt u gebracht door de lijsttrekker voor de Kamer. Uw applaus graag voor Annick Potier. Beste vrienden, beste Vlaams nationalisten, herinnert u het zich nog, het aantreden van de Vivaldi-regering op 1 oktober 2020? 7 partijtjes kropen samen en sloten een regeerakkoord af. Een regeerakkoord dat niet meer of minder was dan een opsomming van onsamenhangende prijsjes en trofeetjes. Er werd, om er toch maar te mogen bij zijn, zoveel water bij de wijn gedaan dat er van wijn al lang geen sprake meer was. Men had het over respect, democratie, vertrouwen. Een nieuwe politieke cultuur, als het ware. De kernwoorden van de Vivaldi-regering, zo noemden ze het, de Croo en Co. Iedereen met een beetje gezond verstand zag toen de bui al lang hangen. We komen van een kale reis thuis. Respect, dat kreeg de Vlaamse kiezer al zeker niet. Hij werd integendeel al van meet af aan bij het grofvuil gezet. De democratie, die werd compleet met de voeten getreden. Een Vlaamse meerderheid had deze regering al niet, maar de praktijk van niet verkozen ministers haalt haar democratische legitimiteit volledig ten neer. Met Mathieu Michel, Eva de Bleker, Annelies Verlinde, Thomas Dermien, Nicole de Moor, Hadja Labib, Frank van den Broeke en recent nog Paul van Tichelt staat de teller momenteel op 8 onverkozen excellenties die uw en mijn belangen moeten verdedigen. APPLAUS
Blijkbaar is schrik van de kiezer nog het enige bindmiddel van deze hele Vivaldi-club. Vertrouwen dan. Het vertrouwen van de burger in de politiek stond nog nooit zo laag aangeschreven als nu. In een recente peiling zei 51,2% geen enkele politicus nog te vertrouwen. Moet er nog zand zijn? Over die nieuwe politieke cultuur, ja, daar zwijgen we misschien al beter helemaal over. De luchtgitaarspelende combiplasser van Quickenborne, die lacht de ordehandhavers. Die lacht de ordehandhavers in dit land uit in hun gezicht, terwijl de corrupte geldverbrander van den Broeke de socialistische traditie schijnt verder te zetten. Hij werd deze week nog beticht van gesjoemel bij de toewijzing van een overheidsopdracht ter waarde van 50 miljoen euro. En laten we de onwettige pensioenextra's van ex-SOS en VR, Brakke en Vader de Croo niet vergeten. Zelfbediening alom en wederom geen grijntje respect, geen grijntje schuldbesef naar de burger toe. Dat is Vivaldi, dames en heren. De Vivaldisten die trekken hun neus op, enerzijds om ons, het volk, te geringschatten, anderzijds om de geur van hun nieuwe politieke graaikultuur niet in te ademen. Beste vrienden, geen respect dus, geen democratie en geen vertrouwen. We kregen ook geen fiscale hervorming, geen arbeidsmarkthervorming en geen pensioenhervorming die naamwaardig. Wat kregen we dan wel, hoor ik u denken? Wel, u krijgt een van de slechtste begrotingen in de eurozone. Het begrotingstekort bedraagt momenteel bijna 5%, terwijl de Europese norm 3% is. Men voorspelt aan dit tempo overigens een staatsschuld van meer dan 115% tegen 2028. België, kunnen we gerust zeggen, balanceert dus op de rand van de afgrond. We krijgen dus budgetair gesjoemel en schone schijn. We betalen nog steeds de hoogste belastingen, we krijgen de laagste pensioenen. We krijgen ook multiculturele chaos en criminaliteit in onze steden. Onze politiemensen worden tot effectieve straffen veroordeeld, terwijl criminelen opstelletjes mogen schrijven. We krijgen een defensieapparaat, tot op de draad versleten, ondergebudgeteerd, geen munitie, geen materieel, geen personeel. Eerder nog deze week deed voormalig generaal Thijs volgende uitspraak: als er vandaag oorlog uitbreekt, moet het Belgisch leger na enkele uren met stenen beginnen werpen. Beste vrienden, onze veiligheid wordt op deze manier te grabbel gegooid. Dit is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar. We krijgen een lax justitiebeleid waar straffeloosheid heerst, waarbij veelplegers en pedofielen veel te lichte straffen krijgen, waarbij IS-vrouwen worden teruggehaald naar dit land, waarbij islamterroristen weerloze en onschuldige voetbalsupporters neerschieten op klaarlichte dag en waarbij vermoedelijke IS-terroristen worden vrijgelaten met een enkel band. U ziet, we krijgen dus heel wat. Er gaapt dus een gigantische kloof tussen waar de Vlaming voor gekozen heeft en wat de Vlaming krijgt. En als we al het voorgaande, beste vrienden, in beschouwing nemen, moet het dan verbazen dat de burger het vertrouwen in de traditionele politieke partijen verliezen? Moet het dan verbazen dat onze partij het zo goed doet in de peilingen? Wijlen Pim Fortuyn zou het als volgt zeggen: de mensen zijn het zat. C'est ça. Hoog tijd dus om deze puinhoop op te kuisen en onze mensen eindelijk weer op de eerste plaats te zetten. En dat kan enkel met een sterk Vlaams Belang. En dankzij uw steun komt er in 2024 eindelijk
echte verandering. Wij blijven keihard strijden voor onze mensen. U kan op ons rekenen. Ook in Vlaams-Brabant staan we pal achter voorzitter Tom van Grieken. En doorkruisen we de komende dagen en maanden van Keerbergen tot in Beersel en van Scherpenheuvel-Zichem tot in Galmaarden de provincie om de Brabanders te overtuigen voor de enige echte nuttige stem in 2024. Namelijk een keuze voor Vlaams Belang. Samen met Tom van Grieken gaan we Vlaanderen terug aan de Vlamingen geven. Gaan we het beleid in een andere plooi leggen. Want nu is het aan ons. De mainstream media en de andere politieke partijen verwijten het Vlaams Belang populistisch te zijn en enkel simplistische oplossingen aan te reiken voor bepaalde maatschappelijke problemen. Vandaag kunnen we deze aantijgingen daadwerkelijk weerleggen. Immers, onder impuls van onze voorzitter Tom, werden inmiddels alle standpunten van het Vlaams Belang grondig onderbouwd met uitgebreide studies en documenten. Het cordon sanitair is nu nog moeilijker aan te houden en het Vlaams Belang zal al dus zijn plaats kunnen opeisen aan de regeringstafels. Tom heeft de partij verder geprofessionaliseerd en klaargemaakt voor een klinkende verkiezingsoverwinning in 2024. Dank u, Tom. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En dat wij de toekomst hebben, bewijst onze Kamerlijsttrekker voor Vlaams-Brabant. Uw aandacht graag voor Briet Huibrechts. Beste Vlaamse vrienden, 233.629. Het cijfer zegt u wellicht niets, maar dat is exact het aantal immigranten dat het afgelopen jaar naar ons land kwam. U hoort het goed, hè? 233.629. Om dat even in perspectief te plaatsen, dat is meer dan 2 keer de totaal bevolkingsaantal van mijn mooie thuisstad Leuven en 3 keer dat van Mechelen. En dat op 1 jaar tijd. Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid kwamen er meer nieuwkomers naar ons land dan in dit jaar. Ik moet het hier dan ook niemand uitleggen dat de islamisering, een tekort aan sociale woningen, terrorisme, donkerrode begrotingscijfers, de aanval op onze tradities en het dalende onderwijsniveau 1 voor 1 door immigratie veroorzaakt zijn. Dus wel degelijk immigratie dat zowel elk maatschappelijk, sociaal en budgetair probleem in het land bewerkstelligt. En in een hoekje zitten piekeren dat alles naar de vaantjes is, zal ons echter geen stap vooruit helpen. En als jonge en bewuste Vlaming is het mijn plicht vooruit te kijken en de toekomst van mijn gezin en van ons volk veilig te stellen. En het goede nieuws is dat ik en dat wij daar niet alleen staan. Zo bleek deze week nog uit een opinieonderzoek van Gazet van Antwerpen dat de Vlaming immigratie als absoluut kernthema naar voren schuift. Als het grootste probleem waar onze samenleving vandaag mee kampt. Dat is ook de reden waarom het Vlaams Belang de wind in de zeilen heeft. Niet omdat wij de mooiste affiches of pancartes op sociale media maken. Niet omdat wij de beste voorzitter van omringend West-Europa hebben. Al is dat toevallig wel zo. En ook niet omdat wij de stoerste of de beste zijn, maar wel omdat onze eisen en onze analyses stroken met de werkelijkheid. Met datgene wat de Vlaming dagelijks vaststelt in zijn supermarkt, in de school van zijn of haar kinderen, in zijn wijk en in zijn stad. Een werkelijkheid waarin wij worden vervangen en waar mensen die nooit een euro aan onze welvaartsboom hebben bijgedragen, vandaag de vruchten in de schoot krijgen geworpen. Een werkelijkheid waarbij een Tunesische terrorist die al jaren op de radar van de veiligheidsdiensten stond, ongestoord de wapen kon komen en voetbalsupporters ermee kon neerschieten. Een werkelijkheid waarbij kerstmarkten wintermarkten worden, maar wellicht mis pannenkoekendag, paaseieren, verstopeieren en kinderfeesten als Sinterklaas en Zwarte Piet worden gecriminaliseerd en geschandaliseerd. APPLAUS
Vrienden, dat is de fameuze erfenis van 50 jaar liberalisme, christendemocratie en socialisme. Dus wel, meneer Ongena, Medie en mevrouw De Prateren, deze Vlaming laat zijn toekomst niet meer hypothekeren. Hier en nu trekken wij een streep in het zand. Tot hier en niet verder. Goeie vrienden, 6 maanden scheiden ons nog tot de moeder der verkiezingen. Maar wij mogen niet accepteren dat Vivaldi ondertussen de immigratiesluizen open laat staan. Dus mevrouw De Moor, maak tijdens het Belgische voorzitterschap van de EU werk van een oninneembaar Fort Europa. Aan een nultolerantie voor illegalen. Aan een sociale zekerheid die niet de rest van de wereld, maar onze mensen beschermt. En aan een krachtig en kordaat uitwijzingsbeleid. En aan al die politieke fariseers die zeggen dat onze voorstellen onhaalbaar zijn, stel ik voor om tijdens het kerstverlof Estland, Zwitserland of Denemarken te bezoeken, want daar zal u aan de lijve ondervinden hoe onmenselijk de gevolgen zijn van een streng immigratiebeleid. Propere straten en pleinen, weinig criminaliteit, een solide sociale zekerheid en een sterk sociaal weefsel waar onze Europese en christelijke waarden en normen niet worden uitgewist, maar worden geëerd, beschermd en met hand en tand verdedigd. De tegenstelling met België kan dan ook niet groter zijn. Want terwijl de wilde weldoeners van Vivaldi naast onze normen en waarden ook het geld door ramen en deuren gooien naar al wie hier binnenstroomt, worden onze senioren bij het spreekwoordelijk afval gezet. Met een pensioen dat lager ligt dan een rusthuisfactuur. Worden jonge gezinnen verplicht om een derde of zelfs een vierde job bij te nemen om de eind aan elkaar te kunnen knopen. En groeit 1 op de 7, en ik herhaal, 1 op de 7 Vlaamse kinderen op in armoede. Dat is niet alleen schandalig, het is moreel verwerpelijk. En als land en als natie hebben wij niet alleen het recht onze grenzen te beschermen, ten aanzien van onze burgers is het ook onze plicht om dat te doen. Vrienden, ik rond af. Anno 2023 is België duidelijk het immigratieland. Maar met de steun van het volk en onze geweldige voorzitter Tom van Grieken worden wij in 2024 het remigratieland. Ik dank u. We zijn hier in Gent. Ooit een fiere stad, maar vandaag na jaren van linksbeleid helaas het toppunt van woke. Toch heb ik hier een geweldige studententijd beleefd bij het NSV. En het is ook zo dat ik ooit Tom heb leren kennen. Toen al was hij een organisatorisch talent en opgeven dat heeft nooit in zijn woordenboek gestaan. In 2014 incasseerde het Vlaams Belang een zware verkiezingsnederlaag en het was Tom die met een paar mensen rondom zich de partij terug heeft opgebouwd. Van een partij net boven de kiesdrempel tot de partij vandaag, de grootste van Vlaanderen. Vlaams Belang is de partij die wil dat je je veilig voelt in je eigen huis, je eigen straat en om het even waar in Vlaanderen. Niemand kan en mag onze felbevochten vrijheden in vraag stellen. Zeker niet nu deze meer dan ooit onder druk komen te staan. Na decennia van wanbeleid is een stem voor Vlaams Belang de enige logische en de enige juiste keuze. Met Tom als voorzitter zullen we de vrijheid van de Vlaming met hand en tand verdedigen. Dames en heren, onze volgende spreker is niet enkel voorzitter van de Vlaams Belang Jongeren, maar ook een van onze Oost-Vlaamse topkandidaten. Hier is voor u Philip Brusselmans. Dames en heren, beste vrienden, beste Vlaams Belangers.
Hetgeen mij bindt met de twee dames in het voorgaande filmpje dat ze net afspeelden, is niet alleen dat we inderdaad beide de prachtige provincie Oost-Vlaanderen mogen vertegenwoordigen. Als iedereen hier aan chauvinisme mag doen, mogen wij dat ook. Maar vooral ook dat we jonge mensen zijn. En wat doet het mij een enorm plezier om hier als jongerenvoorzitter zoveel nieuw, fris, jong talent te zien. En ik wil daarvoor trouwens ook expliciet onze voorzitter Tom van Grieken, nu ja, voorzitter, nu nog, wie weet wat er straks zal gebeuren, maar als ook alle andere provinciale voorzitters, partijbestuursleden en partijraadsleden bedanken. Bij andere partijen heeft men de mond vol van verjonging en vernieuwing. Maar als puntje bij paaltje komt, kiezen ze toch terug voor oude rotten zoals Frank van den Broeke, Mieke Vogels, die is ook terug. En als we niet oppassen, zit straks het AI-model van Jean-Luc Dehaene ook in het parlement. Maar de uiteindelijke verdienste van die aanwezigheid van jongeren ligt bij de jongeren zelf. Die niet enkel de durf tonen om op te komen voor hun idealen, maar ook de moed en het lef hebben om hun nek uit te steken. Hun nek uit te steken voor de belangen van onze mensen en de strijd aan te gaan tegen de politieke elite die hier ondertussen al decennia lang ons land gegijzeld houden met onverkozen ministers, regeringen vol dwergpartijtjes en een cordon sanitair. En die nieuwe gezichten die u bij onze partij op de voorgrond ziet, die zijn pas het topje van de ijsberg. Want buiten beeld en in de brede samenleving staat er een nieuwe generatie klaar. Een nieuwe generatie die staat te trappelen met een onverwoestbare kracht van een overtuiging. En beste mensen, laat u geen zand in de ogen strooien. Wanneer we de zoveelste telg uit de Vlaamse Jeugdraad, waarvan de leden niemand vertegenwoordigen buiten zichzelf, op het beeldscherm horen zeggen dat discriminatie nu echt hetgeen is waar elke jongere van wakker ligt. Of wanneer u op het VRT-journaal te horen krijgt hoeveel kinderen er weer meeliepen in de klimaatmars, maar u niet te horen krijgt hoeveel er daarvan verplicht werden door hun leerkrachten of ouders. Laat u geen zand in de ogen strooien. De jeugd weet beter dan dat. En hoewel onderzoek na onderzoek dat bevestigt, hebben wij daar eigenlijk geen bewijs voor nodig. Als Vlaams Belangers voelen wij dat elke dag opnieuw. Op alle scholen waar we komen, op alle jongere evenementen die we doen. En laat ons eens eerlijk zijn, dames en heren. Geef diezelfde jongeren eens ongelijk. Het is een open deur intrappen, maar jongeren zijn niet alleen de hoop van de toekomst. Zij zijn ook de eerste slachtoffers van het verleden. Meer bepaald van het falende beleid in het verleden. Stel u maar eens voor dat je vandaag op school zit. Scholieren die vandaag in het middelbaar zitten, die worden vanaf dag 1 op school geconfronteerd met de realiteit, de vruchten, zoals ze zeggen, van de multicultuur en de superdiversiteit. En wat zijn dat dan, die vruchten? Vechtpartijen tussen allochtonen enerzijds en salflamands anderzijds. De helft van de klas die geen Nederlands meer spreekt en de lat die steeds lager en lager wordt gelegd, zodat toch iedereen mee kan en dat we zeker niemand kwetsen. Maar goed, je overleeft dat middelbaar en dan beslis je om te gaan studeren aan de universiteit of de hogeschool in een grootstad zoals bijvoorbeeld Antwerpen. En wat doen studenten graag, beste mensen? Uitgaan. Alleen zo evident is dat niet meer. De berichten die wij wekelijks binnenkrijgen van meisjes die zich niet langer veilig voelen in de uitgaansbuurt, uit schrik om betast, gedrogeerd of achtervolgd te worden, die berichten zijn niet te tellen. En dat is niet alles. Voor een studentenkot betaal je vandaag bijna hetzelfde bedrag als dat voor een villa 20 jaar geleden. En studenten die een kot niet kunnen betalen, die mogen zich dan 's avonds in gure stationsbuurten begeven in de hoop om nog een laatste bus of trein naar huis te hebben. Een trein die trouwens 's nachts niet rijdt, maar wel een hele week van uw zakgeld kost. En wie herinnert er zich nog zijn eerste loon? Dat is de fase daarna. Je komt van de schoolbanken, je gaat werken en dan is dat einde van de maand daar, je krijgt je loon. En dan kom je tot de vaststelling dat de helft daarvan al is verdwenen naar de Belgische staat om de putten van het verleden te vullen. En wat er dan nog overschiet, beste mensen, nou, dat moet je dan
geven aan dure huurwoningen. Want kopen, dat zit er zonder stevige zak geld van thuis gewoon niet meer in. Al helemaal niet meer sinds de afschaffing van de woonbonus door de N-VA. Een maatregel die er net op was gericht om jonge gezinnen dat duwtje in de rug te geven dat ze nodig hebben, heeft de N-VA gewoon afgeschaft. En daarna, we gaan verder in het leven en je vindt, als je gelukkig bent, ook een partner. En dan start je een gezin. En dan word je opnieuw, en dan is de cirkel rond, geconfronteerd met het onderwijs van vandaag. Vroeger leerden kinderen in de kleuterklas tekenen, samenspelen, delen met elkaar. Vandaag moeten ze geen koek delen, maar een genderkoek die ze voorgeschoteld krijgen. En moeten ze leren hoe Queen Nicola, u heeft het allemaal ongetwijfeld wel gehoord, Sinterklaas komt vervangen omdat die laatste een racistisch en genderstereotyp figuur zou zijn. Wel, beste vrienden, weet u welke boodschap ik en vele jongeren met mij hebben aan al die traditionele partijen die door decennia van open grenzen en wokebeleid al het voorgaande hebben veroorzaakt? Genoeg, tot hier en niet verder. In 2024 kiezen wij voor verandering, voor het Vlaams Belang. Beste vrienden, in heel Europa, maar vooral hier in Vlaanderen, staan meer en meer jongeren op tegen dit onrecht. Voor die nieuwe generatie die eraan komt, geen open grenzen meer, maar grenscontroles. Voor onze generatie geen modernisme, socialisme, multiculturalisme meer, maar tradities, identiteit en nationalisme. En vooral voor ons geen België meer, maar Vlaanderen, meer Vlaanderen. Nu, beste vrienden, er is wel een nadeel verbonden aan al dat nieuw jong geweld in de politiek. Eerst en vooral wil ik mij namens alle jongeren in Vlaanderen excuseren voor het gedrag van Conor Rousseau. U kan er garant op staan, niet alle jongeren zijn zo arrogant en zelfverheven als die man uit Sint-Niklaas. Maar daarnaast zal het nog een ander gevolg hebben. En dat betekent dat ik waarschijnlijk niet langer de jongste mandataris van onze partij zal zijn. Maar dan troost ik mij met de gedachte dat Tom van Grieken ook ooit de jongste voorzitter in het land was. En hoewel hij dat niet graag hoort, dat is hij ook niet meer. Maar die staat hier ook nog altijd vandaag. Dus het zal allemaal wel zo'n vaart niet lopen. Nee, beste vrienden, alle gekheid op een stokje. Ik hoop dat onze voorzitter, Tom van Grieken, hier straks opnieuw mag staan. Herverkozen als voorzitter van het Vlaams Belang met een monsterscore waaruit het enorme vertrouwen van onze partijleden in hem zal blijken. Want dat de jeugd de huidige gang van zaken beu is, dat heb ik u duidelijk gemaakt. Maar je moet ze als partij natuurlijk ook nog kunnen aanspreken en die jeugd de hoop geven die ze nodig hebben. En dat is exact waar Tom van Grieken voor gezorgd heeft sinds hij voorzitter werd van onze partij in 2014. Nergens anders is het respect intern zo groot voor de jeugd als bij ons. Nergens anders krijgen jongeren zoveel vrijheid om te proberen, te falen en soms ook te slagen. En daarvoor, beste vrienden, wil ik alvast een daverend applaus voor onze voorzitter Tom van Grieken vragen. Beste Vlaams Belangers, we zijn er bijna. We zijn er bijna. We zijn bijna aan het eind van deze speech, aan het eind van dit congres ook en bijna aan het eind van Vivaldi. De verkiezingen lonken en de toekomst die lacht ons toe. En die toekomst, dat zal er een zijn waar onze mensen terug veilig over straat kunnen lopen. Waar criminelen effectief worden opgepakt en liefst ook nog gestraft. Waar de migratiekraan wordt dichtgedraaid en waar onze mensen op de eerste plaats komen. De strijd samen met ons voor die toekomst de komende maanden. Overtuig uw vrienden en uw familie. Ga die discussie aan met uw buurman. Loop de zolen onder uw lijf en dat allemaal met één doel. Onze mensen terug op de eerste plaats zetten. We gaan er een lap op geven. We gaan ons land terugnemen. En dat met Tom van Grieken als onze kapitein. Dank u wel.
Dames en heren, hij is onze kapitein. Hij blijft onze kapitein. 97,4% van de leden kozen voor hem. Hij is de man die met zijn kaders, die met zijn leden van het Vlaams Belang de grootste partij zal maken. Kapitein Tom van Grieken. Ik heb oprechte overtuiging met een Europese tendens en een tendens in Vlaanderen dat 2024 ons jaar kan worden. Maar ze gaan het ons niet op een zilveren patroontje brengen. Daar gaan we vanaf vandaag keihard mee. Beste vrienden, hartelijk welkom op deze flitsactie. Op deze flitsactie. De wedstrijd blokkeert al. De wedstrijd blokkeert al een heel jaar lang. Wij blokkeren 1 minuut de wedstrijd. We gaan met zoveel mogelijk voertuigen tegelijkertijd naar Brussel rijden. Vandaag laten we zien dat het Vlaams Belang een hart heeft voor onze boeren. 1 op 2 Vlamingen laat deze periode zijn auto regelmatig staan omdat ze de brandstof niet kunnen betalen. Linkse ratten! Rol uw matten! Linkse ratten! Rol uw matten! De linkse zeggen dat we rechtse zijn en de liberale N-VA zegt dat we linkse zijn. Wat is het nu? De afgelopen dagen heb ik naar u geluisterd, naar jullie problemen. Hoe het steeds moeilijker wordt op het einde van de maand. Hoe je steeds meer vreemde voelt in uw eigen gemeente, in uw eigen dorp. Maar vooral hoe beu je bent dat die politieke elite niet naar de gewone Vlaming luistert. Dames en heren, tot u spreekt Europees parlementslid en partijraadsvoorzitter Philippe de Man. Dames en heren, beste partijgenoten. Bij de socialisten, bij de liberalen, wordt de partijvoorzitter aangeduid door een klein clubje aan de top. Maar bij ons wordt hij heel democratisch verkozen. Er wordt gestemd voor een voorzitter die ons volgend jaar moet leiden in die grote veldslag tegen een meerkoppige draak. Het moet iemand zijn met de moed van een leeuw. Want hij trekt ten strijde tegen een schrikbarende bende. Tegen Sammy de Queer Medi. Tegen de panda van de Sarma. Tegen het Molenbeeks moorkopje. En tenslotte tegen Alexander de Grote. Geef toe, men moet waarlijk uit het goede Vlaamse hout gesneden zijn om die gifspuwende draak te lijf te gaan. Maar gelukkig, vrienden, hebben wij zo iemand in onze rangen. Hij is niet alleen mediageniek, hij is ook een mediagenie. Hij is niet alleen de beste propagandist, hij verdedigt ook het beste programma voor Vlaanderen. Hij scoort niet alleen in de peilingen, hij behaalde vandaag 97,7% van de stemmen. Hij is en blijft onze voorzitter. Dames en heren, uw daverend applaus voor Tom van Grieken!
Beste vrienden, beste Vlaams Belangers, u zou eigenlijk op mijn plek moeten staan. Het is geweldig om zo'n volle zaal te zien met zoveel enthousiaste Vlaams Belangers. En het is al even geleden, maar ik vraag om de lichten terug aan te doen en even heel zot te doen. Als ik tot 3 tel, dan kan ik nog eens een selfie nemen. Hou jullie klaar? Dankjewel, jullie waren geweldig. Goed, beste vrienden, beste Vlaams Belangers, beste Vlaams Nationalisten. Het is een ongelooflijke eer weer voorzitter te mogen zijn van de mooiste partij van het land. Dat maakt me niet alleen heel dankbaar, maar ook heel nederig. Het is iedere dag, oprecht iedere dag, een voorrecht om uw voorzitter te mogen zijn. Al sinds 2014 heb ik het gevoel dat ik een kostbaar blokje in bruikleen heb gekregen. Een unieke organisatie, gevormd door idealisten, door Vlaams nationalisten, door visionairs en waar ik, voorzitter, met uw steun mag zijn. Ik zal dat vertrouwen, beste vrienden, niet beschamen. Het is voor mij een zaak van eer om trouw te zijn aan onze stichters en aan onze principes. U kent ervan op aan dat ik de komende 4 jaar met hetzelfde enthousiasme onze boodschap zal uitdragen. Dus laat het maar duidelijk zijn, voor vriend en vijand, het Vlaams Belang komt eraan. Niets gaat ons tegenhouden, geen politieke tegenstanders, geen vooringenomen journalisten of activistische rechters. 9 juni 2024 wordt ons moment, zet dat maar in jullie agenda. Beste vrienden, toen we er samen 9 jaar geleden mochten aan beginnen, noemden sommige journalisten me een kindsoldaat, een kamikaze. Ze gaven ons geen enkele kans. Politieke analisten verklaarden ons politiek dood en zie ons hier nu zitten. Er is op die tijd is er echt heel veel veranderd. We zijn niet meer het kleine, lelijke eentje van de politiek. Onze partij en onze organisatie zijn flink gegroeid. En ook ik ben niet meer dezelfde persoon als 9 jaar geleden. Ondertussen ben ik getrouwd met een prachtvrouw en heb ik 2 schatten van kinderen. En je hoeft... geen kinderen te hebben om nationalist te zijn. Maar het is voor mij ondenkbaar wanneer je kinderen hebt dat je geen nationalist bent. Vorige keer, 4 jaar geleden, ben ik ze vergeten te bedanken, dus doe ik het nu als eerste. Dank aan mijn familie om er altijd voor mij te zijn. Dank aan mijn gezin en vooral aan mijn lieve vrouw voor haar eindeloos geduld, haar onvoorwaardelijke steun. Dank je wel voor alles. Zonder uw liefje had ik nooit geen voorzitter kunnen zijn. Beste Vlaams Belangers, een partij leiden doe je trouwens niet alleen. Ik zou de leden van mijn partijbestuur en al onze medewerkers willen bedanken voor hun openheid, voor hun immer kritische houding, voor hun geduld met mij en hun begrip wanneer ik soms wat emotioneel kan zijn wanneer er iets niet 100% loopt. Voor hun waanzinnige inzet en hun geweldige teamspirit. Het vertrouwen en de loyaliteit. Jullie hebben mij niet alleen een trotse, maar vooral ook een betere voorzitter gemaakt. Dank je wel. En als laatste wil ik ook u bedanken. U allen in de zaal en ook de mensen die thuis via livestream volgen. U hebt eigenlijk geen enkel idee hoe belangrijk jullie voor mij zijn. En dan heb ik het eigenlijk niet alleen over het werk dat jullie verzetten in jullie lokale afdelingen. Nee, jullie zijn zoveel meer dan de beste vrijwilligers die een voorzitter zich kan wensen. Jullie zijn echt de brandstof van mijn voorzitterschap. Vorige voorzittersverkiezingen sprak ik mijn liefde uit voor jullie. En ik ben eigenlijk nog steeds even zot van jullie.
En als ik zie met wat voor een stalinistische score ik nu hier verkozen ben, hoop ik dat het ook een beetje wederkerig is. Sommige vorige sprekers hebben er al naar verwezen, maar toen ik 9 jaar geleden in 2014 in moeilijke omstandigheden de eerste keer voorzitter mocht worden, sprak een militant van het eerste uur me aan. En hij zei me in een sappig dialect uit Turnhout: Tom, je moet je geen zorgen maken, we hebben iets dat al die andere partijen niet hebben. Moedige mensen. Moedige mensen die er willen voor gaan, tegen de stroom inzwemmen. En niet uit eigen belang, maar uit een algemeen Vlaams belang. En verdorie, je had gelijk. Vlaams belangers zijn doorgaans moedige mensen. Gewone Vlamingen die hun nek uitsteken, die tegen de stroom willen inzwemmen. En als ik dan van die moedige verhalen hoor of zie van gewone Vlamingen, dan doet me dat iets. Dat maakt me dat zelfs momenten heel emotioneel. Wanneer er een havenarbeider die ondanks chantage en bedreigingen van de vakbond toch op zijn eentje reclame blijft maken voor onze partij. Of wanneer een bedrijfsleider of zelfstandige toch op een lijst van het Vlaams Belang gaat staan, ondanks de mogelijke consequenties. Wanneer jullie vrije tijd en zelfs verlof opofferen voor onze idealen, voor onze Vlaamse principes en ons Vlaams volk, dan krijg ik daar iedere keer kippenvel van. Onze partij heeft de beste militanten die je kunt inbeelden. Jullie zijn de ruggengraat en het succes van onze partij. Geef jezelf maar een fantastisch applaus. En beste vrienden, ik wil u daarover één verhaal vertellen. En ik kan eigenlijk nog steeds niet de vinger erop leggen waarom, maar toen ik het hoorde, dat verhaal, dat ging me recht naar mijn hart. Ik neem u even terug mee naar begin dit jaar, naar die betoging in Brussel voor de zorg. Die betoging waarbij onze sympathieke actie Zorg voor de Zorg werd beantwoord met een slag van een Franstalige politieagent hier zo op mijn linkerkaak. En na afloop verspreiden die verschillende vakbonden leugens over ons. Leugens over onze standpunten, leugens over onze voorstellen. En in tegenstelling tot wat de top van de vakbond vaak denkt, zijn de mensen op de werkvloer niet dom en volgen ze wel nauwgezet wat wij doen als Vlaams Belang. En zo was er naar aanleiding van die betoging en hoe wij schandalig behandeld werden, was er een vakbondsafgevaardigde die de leugens over ons zo onrechtvaardig vond dat ze voor haarzelf had uitgemaakt: het maakt me niet uit wat de consequenties zijn, ik zwijg niet langer. En op de eerste nationale vakbondsvergadering stond ze recht en zei ze tegen alle afgevaardigen dat die leugens moeten stoppen, dat het Vlaams Belang er wel is voor de gewone Vlaming. En in plaats van dat ze dacht dat ze buiten ging vliegen, stonden er nog collega's recht, één voor één, uit diverse ziekenhuizen, uit gans het land. En in plaats van dat ze onder haar voeten kreeg, kreeg ze bijval, kreeg onze partij steun. Niemand van die mensen moest dat doen. De kans dat die mensen problemen zouden krijgen, was vele malen groter dan als ze schouderklopjes zouden krijgen. En toch was er één moedige vrouw en die zei: het is genoeg. Tot hier en niet verder. En die vonk sloeg over naar een passioneel, vurig vuur. Moed is dus niet de afwezigheid van angst, maar het besluit dat er iets belangrijker is dan angst. Vlaams Belangers zijn niet angstig. Vlaams Belangers zijn moedig. Jullie zijn moedige mensen. Jullie zijn de motor en de ziel van onze partij. En ik dank jullie daarvoor. Beste Vlamingen, het is die moed die we nodig zullen hebben. Want er resten ons nog maar een kleine 6 maanden tot de verkiezingen. En de media is nu al in overdrive gegaan. Iedere dag nieuwe analyses, iedere dag een nieuwe theorie, iedere dag speculatie over welke coalities mogelijk zijn. Maar beste vrienden, de politieke elite vergist zich. De verkiezingen. Die gaan toch helemaal niet over wie met wie het gaat doen en wie kandidaat is voor welk postje. Laat staan dat een uitspraak, een belofte van een of andere systeempoliticus iets voorstelt. Voor mij en voor ons gaan verkiezingen over het simpele feit
dat de bevolking kiest wie hun 5 jaar lang mag vertegenwoordigen. Wie 5 jaar lang in hun naam mag spreken. Verkiezingen geven aan welke thema's en bezorgdheden voor de gewone Vlaming belangrijk zijn. Dus niet de politieke spelletjes, maar de echte zorgen moeten centraal staan. En daar gehoor aan geven en daar oplossingen voor aanreiken, dat is waar de verkiezingen moeten over gaan. En dat is waar het Vlaams Belang altijd zal doen. Waar dan ook, we zullen altijd spreken waar anderen zwijgen, dat beloof ik u. En beste dames en heren, wat ben ik toch ongelooflijk trots dat onze partij al die problemen in de samenleving vat en vertolkt. Onze partij heeft als geen ander de vinger aan de pols. En dan vragen soms sommige mensen, ja maar Tom, waar zitten uw bondgenoten dan? Wel, dan antwoord ik hen vol trots dat onze bondgenoten niet in de bubbel van de wetstraat zitten, maar in de volksstraat. Onze partners zitten niet in Belgische ivoren torens, maar onder de gewone Vlamingen. Daar zitten onze partners, daar zitten onze bondgenoten. Onze bondgenoten zijn dus niet die Belgischistische liberale familiedynastieën, maar wel die Vlaamse families die met een kindje met beperkingen al jarenlang wachten op extra ondersteuning. Onze bondgenoten zijn niet die groene extremisten, maar al die alleenstaanden die hun rekeningen kunnen betalen omdat groene stroom dure stroom is. Onze bondgenoten zijn al die landbouwers die nog wel een toekomst willen voor hun familiebedrijf in Vlaanderen. Onze bondgenoten, dat zijn al die zelfstandigen die keihard werken en zich blauw betalen aan belastingen en gepest worden door ongeziene kluwen van administratie. Onze bondgenoten zijn al die zorgkundigen en al die mensen met een zwaar fysiek beroep die iedere dag het beste van zichzelf geven, maar met de beste wil van de wereld niet tot in 67 kunnen werken. Onze bondgenoten, dat zijn al die Vlamingen die hun buurt hebben zien vervreemden en verslechteren en die onterecht werden weggezet als racisten. En onze bondgenoten zijn ook die nieuwe Vlamingen die wel Vlaming onder de Vlaming willen worden. Onze bondgenoten zijn al die jonge vrouwen die het beu zijn om lastiggevallen te worden wanneer ze een kort rokje dragen of wanneer ze 's avonds het openbaar vervoer nemen. Onze bondgenoten zijn al die gepensioneerden die na een leven hard vechten en knokken, hard gewerkt hebben, maar hun rusthuisfactuur niet kunnen betalen omdat hun pensioen te klein is. Voor al die mensen die door de elite vergeten worden, komen wij op. Voor die mensen doen wij aan politiek om hun stem luid en duidelijk te laten klinken. Omdat die mensen onze mensen zijn en omdat onze mensen weer op de eerste plek moeten komen. Net daarom wil het Vlaams Belang haar verantwoordelijkheid nemen als de kiezers ons de grootste partij van Vlaanderen maken. Ik roep daarom hier vandaag alle Vlaamse partijvoorzitters op om na de verkiezingen van 9 juni eerst te onderhandelen over een Vlaamse regering en pas dan federaal aan tafel te gaan zitten. Er moet eerst een Vlaamse regering komen die de wil van de Vlaamse kiezer weerspiegelt. En pas dan kunnen we als blok naar de gesprekken op federaal niveau trekken. Of met andere woorden, eerst Vlaams besturen en dan federaal onderhandelen. Federale onderhandelingen in het belang van ons Vlaanderen kunnen alleen maar succesvol zijn als de hefbomen in onze Vlaamse democratie liggen en meer bepaald in het Vlaams parlement. Daarom is er in Vlaanderen een Vlaams-nationale Vlaamse regering nodig en is er federaal een Vlaams front nodig. Beste vrienden, het is klaar en duidelijk. Doen wij Vlamingen dat niet, dan schieten we in onze eigen voet en gaan we meer dieper in met België. Wij geloven dus niet in de Belgo-PS-strategie van Bart De Wever. Het is voor ons Vlaams-nationalisten trouwens onbegrijpelijk dat de N-VA de Vlaamse democratie ondergeschikt wilt maken aan het vormen van een Belgische regering. Het is een regelrechte bedreiging voor onze welvaart en onze democratie. Hebben generaties Vlamingen daarvoor zo lang gestreden? Ik denk het alvast niet. Dus
Dus, beste PS'ers, dus, beste Vlaamse slippendragers van Vivaldi, het is genoeg geweest. Wij Vlamingen, wij zijn geen tweederangsburgers. U hebt genoeg met onze welvaart gemorst. U hebt genoeg onze democratie genegeerd. Wij Vlamingen zijn 60% van de bevolking, goed voor 70% van alle belastingen en 80% van alle export. Het gezond verstand moet opnieuw zegevieren. Na de volgende verkiezingen moet het ook in het zuiden van België duidelijk zijn wie betaalt, bepaalt, en dat zijn wij, Vlamingen. Beste dames en heren, en over die Vlamingen is er door politieke analisten en senior writers al heel wat inkt gevloeid. De Vlamingen die op Vlaams Belang stemmen zijn blijkbaar dom, verzuurd. Vlamingen die op ons stemmen zijn emotioneel en impulsief. Het is een uiting van ongenoegen, dus stemmen ze extreem. Maar is dat eigenlijk wel zo? Dus laat het maar eens heel duidelijk zeggen. Wij zijn geen partij van extremisten, maar een partij van gezond verstand. Wij capteren geen ongenoegen in de samenleving, maar wij capteren meer dan ooit de hoop van zoveel gewone Vlamingen die al zo lang genegeerd worden. En je voelt het als je buiten komt. Er waait een nieuwe, frisse wind door Vlaanderen. We zijn ondertussen meer dan een partij geworden. We zijn een steeds groeiende beweging met steeds meer mensen die hun ogen en hun harten openen en steeds meer mensen die zich bij ons aansluiten. Want wij, beste vrienden, wij Vlaams Belangers, hebben een drijfveer die duizendmaal krachtiger is dan onze tegenstanders. Onze tegenstanders strijden enkel voor zichzelf en de postjes. Maar wij strijden voor ons Vlaams volk, voor een betere toekomst, voor onze kinderen en kleinkinderen. Zij staan aan de kant van de Belgische particratie en wij staan aan de kant van de Vlaamse democratie. Beste nationalisten, nog een kleine 6 maanden zijn we verwijderd van de verkiezingen. En de weg daar naartoe is nog lang. En die weg gaat niet eenvoudig zijn. De politieke elite voelt dat het einde in zicht is, dat hun dagen geteld zijn. Dus ze gaan het ons niet cadeau geven. Ze gaan het ons verdorie moeilijk maken en ze gaan alles uit de kast halen om ons te doen mislukken. Maar ik geloof, als uw voorzitter, dat we kunnen slagen in onze missie als we schouder aan schouder, zij aan zij deze verkiezingsstrijd aanvatten. Ten eerste, omdat we met onze voeten op de grond blijven en ons niet laten gek maken door goede peilingen. Vlaams Belangers zijn nuchtere en moedige mensen. Vlaams Belangers zijn werkers. Maar ten tweede, en dat is misschien wel het belangrijkste, die verkiezingen van 2024, die gaan voor mij al lang niet meer over een procentje meer of een procentje minder. Die verkiezingen gaan voor mij al lang niet meer wie kandidaat is voor welke functie, nee. Voor mij, en ik hoop ook voor u, gaan die volgende verkiezingen over iets veel belangrijker, iets veel essentiëler. En ik denk dat u dat ook voelt. U kunt dat gevoel ook. Maar ik straks naar huis ga en ik geef mijn kinderen nog eens een goede knuffel en ik pak ze in mijn armen en ik kijk in hun ogen, dan weet ik dat 2024 daarover gaat. Over onze kinderen en onze kleinkinderen een mooiere en een betere toekomst geven. Net zoals onze voorouders dat wilden voor ons, zijn wij dat verplicht aan de volgende generatie Vlamingen. En als we dat aan hen willen geven, dan gaan we iedereen nodig hebben. Dan kan niemand aan de kant blijven staan. Dan moet iedereen mee aan die kar trekken. Daarom reken ik op u. Overtuig vrienden, overtuig familie, overtuig collega's. Het wordt keihard werken. Maar vergeet ondertussen niet af en toe te genieten, want het wordt fantastisch. Het worden historische tijden en we gaan niet stoppen tot onze mensen op de eerste plaats staan. Ik dank u. Mag ik ook al onze sprekers van vandaag, maar ook alle lijsttrekkers voor de nationale verkiezingen en al onze parlementsleden op het podium roepen.